Hopsa! 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 De Achterhoekse band Plork en de Aannemers wil in hun laatste jaar nog een keer alles uit de kast halen voor ze eind 2019 afscheid nemen van het publiek. Voor het 17e en laatste jaar hebben de bandleden nog één groot doel. Ja, Hunterpop natuurlijk. Dat is het feestje waar we al een tijd willen staan. Dus, en ik hoorde dat je dicht uit de buurt kwam. Ik denk dat je vast connecties. Dat gaat wel goed komen. Die ontbreekt nog wel op het lijstje van mooiste festivals in de Achterhoek. Zwarte Cross natuurlijk gedaan. En dat is ons jaar goed bevallen en dat is fantastisch. Maar Hunterpop zou daar heel mooi bij passen nog. De reden voor hun stoppen was volgens Plork en de Aannemers het aantrekken van de bouw. Maar het blijkt toch een andere voorname reden te zijn voor de heren om te stoppen. Ja, we hebben natuurlijk op Facebook hebben we wel een klein beetje een dul verhaaltje de wereld ingebracht. Maar de eigenlijke reden is dat wij gaan stoppen is Plork en de Aannemers. Plork staat, zoals bijna iedereen nu wel weet, voor een prettig lichaam, ontzettende rotkop. In de loop der jaren is bij iedereen eigenlijk haast wel bekend dat mannen naarmate ze ouder worden, worden ze knapper. En nou gaat onze naam dus niet meer helemaal op. En leek het ons beter om te stoppen, want het lichaam bij hem is ook, ja, is ook beter geweest. Hè? Het prettige lichaam. Er is toch nu wel iets meer een buikje gekomen en ja, die kop is, wordt steeds mooier. In de 16 jaar waarin de heren het hele land doortrokken hebben, is er volgens de band een duidelijk hoogtepunt. Ik denk alle festivals, Zwarte Cross, Douwpop, gewoon echt de, nou ja, gewoon 16 jaar, 17 jaar echt gewoon vol voor gaan. 16 jaar lang en ik denk dat het 17e jaar niet meer mis zal gaan, dat we gewoon met vier dezelfde jongens waar we mee begonnen zijn, gaan we het nu ook mee afronden en dan is het ook mooi geweest. Plork en de Aannemers zijn op dit moment druk bezig met het plannen van een afscheidsconcert. Waar en wanneer weten we nog niet helemaal precies, maar dat gaat zeker gebeuren. En ook in een zaaltje waar ik hoop dan ook mensen uit alle windstreken die ons nog een laatste keer willen zien, dan ook aanwezig zullen zijn. Terugkeren na het afscheidconcert, zoals bijvoorbeeld normaal eerder deed, staat niet op de planning. Maar de band sluit het ook niet helemaal uit. We hebben wel gezegd, als we stoppen, stoppen we. En misschien over 10 jaar in de kantine van de Gelderdoom. Voor gegadigden, als ze zin hebben. Hopsa! 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 Hopsa!